Het commissariaat Sipaliwini, bestuursresort boven Suriname, heeft gisteren 20 bestuursambtenaren beëdigd. Dit vond plaats op het commissariaat van het bestuursresort. Milicea Eduard, chef personeelszaken van het commissariaat, laat weten dat nog ongeveer 15 personen beëdigd moeten worden. Eduard zegt dat er een tekort is aan bestuursambtenaren voor het binnenland. Districtscommissaris Humphrey Jeru van boven Suriname is niet ontevreden over het werk dat verzet wordt in het resort. Hij geeft echter aan dat er meer gedaan kan worden. Want we hebben heel veel werk die gedaan moet worden, vooral in het gebied boven Suriname. Maar we nemen alvast genoeg met wat we nu hebben. De verspreiding. We hebben verschillende posten. Daarna de subposten. We hebben op Debike, Achoni, Debike, Guyaba hebben we ook, Jaujau en et cetera. Dus heel wat posten met heel wat bestuursambtenaren. Er zijn mensen die al ongeveer 20 jaar in dienst zijn, nooit bevorderd zijn geweest. Er zijn mensen die een paar maanden hebben gewacht. Anderen hebben een paar jaren moeten wachten. Ja, vandaag zijn ze bekroond. We kunnen altijd betere prestaties leveren. Maar mensen doen wel keihard hun best om het werk te helpen trekken. En wat dat betreft mag ik zeggen dat ik redelijk tevreden mag zijn. Het is nog niet wat het moet wezen. Maar ik geloof dat met deze motivatie, want dit moeten ze als een motivatie zien, als een push, dat zaken beter gaan lopen. Deze Jeru zei verder dat er meer equipment nodig is om het werk goed te kunnen doen. Als voorbeeld haalde hij aan dat de bestuursdienst nog een boot nodig heeft om de nodige controle uit te voeren. Ook merkte hij op dat bepaalde ambtenaren minder gemotiveerd zijn. Die controle is dan een van de belangrijkste dingen die we nodig hebben om het werk naar behoren te kunnen doen. Die motivatie. Er zijn mensen die heel weinig verdienen vanwege gewoon de bezoldigingsreeks. Die mensen zijn geneigd om het werk af te jassen en weg te gaan of naar hun kostgrondjes te gaan. En noem het maar op. De mensen zijn soms dan vanwege de salaris minder gemotiveerd. Dat zijn allemaal redenen die je zou kunnen aandragen om te zeggen waarom mensen misschien minder presteren ofzo. Dat was DC Humphrey Jeru van boven Suriname. Hij sprak gisteren bij de beëdiging van 20 bestuursambtenaren van Achoni. De DC ziet de beëdiging als een motivatie voor anderen om zich ook in te zetten. Hij benadrukt dat hun beëdiging dan ook zal komen.